Jongeren en bier worden vaak als een slechte combinatie gezien. Maar het zijn niet enkel binge drinking en neck nominations die de klok slaan. Integendeel, voor veel jongens en meisjes is het gerstenat een echte passie. Steeds meer studenten kiezen voor de afstudeerrichting brouwerijtechnologie. Wij merken inderdaad dat er een hype is rond bier. En niet alleen bier voor het product, maar zeker rond de technologie daarvoor. Veel studenten dromen ervan om later hun eigen bier te brouwen. Dus de professionele bachelors die gaan meestal starten in een brouwerij. En dan hebben ze allemaal heel snel de smaak te pakken. Die beginnen dan als zelfstandigen. En sommige daarvan starten zelfs inderdaad ook hun brouwerij op, zoals het Brouwersverzet. Dit zijn Alex en Koen van het Brouwersverzet. Na hun uren bij Bokkor en de proefbrouwerij bouwen zij verder aan hun droom om zelf een brouwerij te beginnen. Echt, dit is wat ik wil doen. Af en toe veel maten, bier brouwen, die smaken, die geuren. En als je ergens 7 dagen op 7 mee bezig bent en je kunt het niet loslaten, is dat volgens mij een passie. Ik denk dat als vrouwen dat ook wel gaan beamen, dat we daar veel mee bezig zijn. We zijn begonnen met een kleine hobby-installatie van 30 liter. Maar dat was snel te klein, want dan hadden we na een brouwsel elk een bak bier en dan vonden we wat weinig. En dan ging dat naar vrienden en familie. En vandaar is het gegroeid om ook professioneel te gaan. Maar geld hadden we niet voor een grote installatie, dus hebben we een beetje ons eer moeten inslikken. En momenteel huren we een brouwinstallatie van vrienden brouwers. De jonge brouwers hebben al 4 bieren op hun naam staan, waarbij ze telkens naar unieke smaken streven. We hebben van in het begin met ons eerste bier bij Lokaal al geprobeerd van toch net iets anders te doen dan wat er op de markt is. En zo hebben we eigenlijk bij elk bier, het is overal wel een hoek af. Zo. Het past niet in de doorsnee gamma van elke brouwer. Ja, de grote brouwerijen hebben zo'n grote afzetmarkt dat het zeer moeilijk is om als klein brouwerijtje daartussen te geraken. Zij hebben toch al een plek veroverd binnen die verzadigde markt. Afgelopen jaar hebben wij 30.000 liter verkocht. Ja, we zijn eerst begonnen met voor vrienden en familie te brouwen. En een keer dat we eigenlijk een bedrijfje waren, fysiek, zijn we beginnen eigenlijk lokale cafés gaan bezoeken. Ook om te vragen van, zie dat niet zitten om een lokaal bierke op de kaart te zetten. Ook eigenlijk onze afzetmarkt uitgebreid, altijd maar verder. Tot op een bepaald moment dat dat eigenlijk ook wel wat veel werd om te doen. En hebben we sinds een maand nu iemand die dat voor ons doet. Maar eigenlijk is het Brouwersverzet vandaag niet compleet. Normaal zijn we met 3 bij Brouwersverzet. Maar Joran, onze derde vernoot maat, zit in Amerika voor het moment. Hij helpt daar een brouwerij opstarten. Eigenlijk een beetje voorbereidend werk op wat we zelf willen doen met onze eigen installatie, als we zelf brouwerij gaan zetten. Dat kan hij eigenlijk nu al een keer oefenen in Amerika met iemand anders zijn geld, hoe dat moet. Het Brouwersverzet grijpt dus alle kansen om hun bier op de kaart te zetten.